Wateroverlast, klimaatverandering, klimaatplan, begrippen die de recente periode onafscheidelijk met elkaar verbonden lijken te zijn. Suriname is in de afgelopen 2 decennia vaker geconfronteerd geraakt met wateroverlast en zelfs overstromingen, voornamelijk in het binnenland. Klimaatverandering lijkt hiermee geen ver van mijn bedshow meer voor Suriname. Welk plan hebben we en hoe voorbereid zijn wij op erger? Minister Silvano Tjonaheng van Ruimtelijke Ordening en Milieu gaat in op deze vragen. Om te beginnen, het is een, u zegt de laatste tijd een trend geworden. Het is al geruime tijd een trend op de wereld. Ik moet constateren dat er nu pas nieuwe geconfronteerd worden met een aantal veranderingen in ons klimaat of eigenlijk klimatologische omstandigheden. Dat er nu wat belangstelling komt voor klimaatverandering. De wereld heeft een Parijsakkoord getekend en volgens dat akkoord, binnen dat akkoord, is klimaatverandering omschreven eigenlijk als de verandering in klimatologische omstandigheden over een langere periode genomen, die ontstaan als gevolg, direct of indirect, als gevolg van het menselijk handelen. En dat is dus klimaatverandering. Nou, dat is eigenlijk een beetje met moeilijke woorden gezegd, maar wat houdt het in? Het houdt in dat sowieso een aantal klimatologische omstandigheden bijna permanent zullen veranderen op de wereld. De neerslag, dus veel meer regen of veel minder regen kan ontstaan. Er kan sprake zijn van temperatuurstijging. En temperatuurstijging, vooral dat is een belangrijke indicator. De temperatuurstijging heeft een heleboel effecten op de mens en op de natuur, op dieren, omdat bepaalde organismen die als de gemiddelde temperatuur op aarde te veel stijgt, bij het Parijsakkoord praat men van een stijging van maximaal 1,5 graden Celsius tot 2 graden Celsius, zo tegen het midden van de eeuw, deze eeuw, als dat erboven komt, dan verwachten ze ernstige effecten op mens en omgeving. Dus wat moeten wij doen? En ik zei al bij de definitie dat er is sprake van klimaatverandering als die verandering het gevolg is van menselijk handelen. De oplossing zit hem ook in de definitie. Wat we zouden moeten doen is om die oorzaak van klimaatverandering, om die oorzaak aan te pakken. En wat is over het algemeen de oorzaak? De oorzaak daarvan is het te veel uitstoten van wat men noemt broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Dat zijn de belangrijkste gassen die ervoor zorgen dat wij eigenlijk een soort verwarming krijgen van de aarde. De zonnestralen die dus met warmte komen, die raken eigenlijk gevangen binnen onze atmosfeer. En die zorgen ervoor dat het water warmer wordt, dat de omgeving warmer wordt. De poolkappen die gaan smelten, er komt water vrij. Het water in de zee die wordt warmer, dus gaat uitzetten. Het water in de zee gaat verzuren, dus koraalriffen die gaan dood. En zo heeft dat effect op mens en dier. En dat moeten we voorkomen.